Ze zeggen de Rode Duivels, laatste kans, het is nu of nooit. Wat denken jullie daarover? Ik denk dat 2018 een beetje... Aan de ene kant, toen was iedereen in zijn prime. 2018 was iedereen in zijn prime. Ik denk dat nu zo'n beetje de laatste kans is bijna voor deze generatie. Ik vind het persoonlijk vind ik het heel jammer dat er geen Vincent Kompany bijvoorbeeld bij is, want ik had hem heel graag iets zien winnen met de Rode Duivels. Ik denk, het is moeilijk. De verdediging is oud. Het is ik heb niet dezelfde inleving als ik het zeg wat je moet zeggen. Zeg wat je moet zeggen. Kans is voorbij. Weet je wat en is, bro? Ik denk ook gewoon de concurrentie is nu veel te sterk. Ja, dat is wat ik ging zeggen. Er zijn nu in dit euro meer ploegen die sterker zijn dan België. Dan dat er op de wereldbeker ploegen waren die sterker waren dan België. Maar wacht, als ik iets mag zeggen. België is al bijna 3 jaar. Nummer 1 op de FIFA. Broer, nee, wacht. Wat is mijn vraagstel? Ja. Maar die speelt tegen San Marino, bro. Nee, maar wacht. Zijn jullie mensen die zoiets hebben van. Ik geloof in die lijst. Nee, die lijst betekent niks. Accuraat of zo? Nee, of niks. Van, zot. Dat is gewoon mooi. Frankrijk het gewoon op, bro. Dus die beweegt ook gewoon in stap 2. Het kan niet zijn dat je een wereldbeker wint en tweede staat op de ranglijst. Je hebt tegen België gewonnen in diezelfde... Je bent nummer 2, maar je bent beter dan nummer 1. Er is toch een puntensysteem? Nee, bro, kijk. Bro, Schappelke wist dat tegen San Marino Kazachstan, bro. Ik ga je een voorbeeld geven. Dat is het ook net, snap je? Als je kijkt dan Zuid-Amerikaanse ploegen, bro, die moeten... Weet je, die zitten zo in één groep. Zo, hè? Broer, die hebben maar 7 ploegen, broer. Zij moeten elk jaar knokken om naar de wereldbeker te gaan. Terwijl België, ze hebben 1 moeilijke tegenstander en de rest is... Broer, en die moeilijke tegenstander is zo... En die moeilijke is niet Ierland zo, broer. Ierland zo, snap je? Montenegro. Je beste speler is John O'Shea, broer. Hey, come on. Terwijl, kijk, niemand hier weet op welke plaats Colombia staat, maar je weet van als je hun krijgt op de wereldbeker, pas op. Ja, snap je? Uruguay zelfde. Chili zelfde. Okay. Niemand weet waar ze staan. Waar staan ze? 13, 14, 15? Zoiets. Who knows? Omdat ze de hele tijd verliezen van Brazilië en Argentinië en daarom geen punten hebben. Terwijl als wij in Europa die ene pool zouden hebben met Frankrijk, Portugal, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, België, Nederland. Snap je? We gaan niet zo lang eerste staan. We gaan niet eens een top 10 staan. En kijk, als je kijkt naar de laatste wereldbeker, hè, de 4 halve finalisten waren Europese landen. Ja. Engeland, wow, België. Engeland, België, Kroatië, Frankrijk. Ah ja, Kroatië. Ja. Dus die zijn er alle 4 al bij. De enige ploeg, de 2 ploegen die een beetje slechter zijn dan toen, zijn Kroatië en België. Veel slechter, Kroatië. Arguably. Middenveld is oud, die gaan met dezelfde middenveld. Slechter voor een wereldbeker, maar niet voor euro. Ja. Want nee, als je eerlijk bent, laatste euro was Kroatië de beste ploeg. Hè? Nee. Ah, euro. Jawel. De laatste euro was Kroatië de beste ploeg. Ja, maar dan gaan we weer discussie hebben over wat is domineren. En dan, nee. En dan verlies je laatste minuut door charisma, snap je? En dan verlies je laatste minuut door charisma. Natuurlijk, maar ik bedoel, maar er is veel concurrentie. Maar zelfs kijk, op dit euro. En Engeland is er. Engeland moet je zeker niet onderschatten. Met die Kroatië ploeg was gewoon zo van... Voor mij was het gewoon puur... Het was gewoon een hardwerkende team. Een hardwerkende team presteert beter op een... Op een toernooi. Omdat er meer druk staat op de ploegen met meer kwaliteit. Dus die moeten het spel brengen. Terwijl Kroatië heel goed was voetballend. Er zijn veel landen die kwaliteit hebben. Ik vind dat je kunt dat zien bij Oekraïne. Italië is het grootste voorbeeld. Ja, Italië is een toernooiploeg. Italië heeft al lang geen gigantische kwaliteiten meer gehad zoals in de jaren 90 en daarvoor. Maar die geraken er wel. En ze hebben in 2018 ook voor het eerst in 60 jaar een toernooi gemist. En dat is ongezien voor hen. Dat was het grootste drama. En ze hebben sindsdien... Van hun 32 wedstrijden onder Mancini hebben ze er 2 verloren. Dat was een vriendschappelijke tegen Portugal en een Nations League tegen Frankrijk, of andersom. Dus dat is een ploeg waar dan... In 2016 was het hetzelfde. Op tv en radio zei iedereen, Lukaku tegen Bonucci en Cellini, die scoort er 2, of scoort hij er 3 of 4. Hebben gekregen van Italië. En er zijn van die ploegen, een Kroatië, een Oekraïne, een Italië. Zwaar. Er zijn van die ploegen die je op kwaliteit altijd kunt pakken, maar die gewoon... Dat is een betere ploeg dan. Maar ik denk als je puur naar België kijkt en niet naar de concurrentie, is het probleem sowieso de verdediging is niet zo goed als toen. Ik denk niet dat Hazard fit geraakt
voor het EK. Ook een grote fout, hè. Ik weet niet waarom je die guy erbij hebt gehaald. Ik weet niet waarom je Witzel erbij hebt gehaald. Maar respect naar Witzel. Maar ik weet niet waarom je al die guys erbij gehaald die blessuregevoelig zijn. Maar je gaat toernooi spelen met heel veel rijden. Ik ben daar ook geen fan van. Heel veel wedstrijden. En je gaat mannetjes halen die oftewel blessuregevoelig zijn. Zijn jullie tevreden van de selectie eigenlijk? Nee, bro. Oké. Je kon niet veel beter doen. Deze is de beste selectie voor mij die er kon zijn. Je kon niet veel beter doen. Shadley voor mij is een logische keuze. Maar kijk, ik wil zo geen namen zeggen, want dat gaat fokt op zijn. Maar dat is de bedoeling. Daarom zijn we hier. We kunnen over alle linies gaan. We kunnen linie per linie gaan. Ik denk over de keepers moeten we niet praten. Wacht, attent. De keepers daar... Gewoon een kleine disclaimer, snap je? Courtois, Mignolet. Dat is logisch. Ik respecteer jullie allemaal. Ja, maar dat is niet erg. Je moet zeggen dat je iemand niet goed genoeg vindt. Nee. Ik respecteer jullie allemaal, snap je? Ik dacht, wat doet jij? Ik respecteer jullie allemaal. Maar we gaan eerlijk zijn, snap je? We praten over Bali nu, snap je? Sommige van jullie zijn niet goed genoeg, simpel, snap je? En sommige mannetjes, zoals Witzel, zijn goed genoeg. Maar bro, je bent blessa. Deze guy heeft 6-7 maanden gemist, snap je? Mm-hmm. Dus hij heeft geen ritme. Jij wilt dat hij in het midden dat gaat droppen. Zijn we geen probleem, maar daarna... Witzel ben ik ook geen fan, omdat dat een gok is. Ik ben niet fan van gokken. Vermalen ook, bro. Gaan we linie per linie of gaan we gewoon... Ik denk linie per linie misschien, ja. Maar Vermalen zouden met compagnie broer en zo, je neemt die mee. Mannetjes zijn gemaakt van dit, broer. Je gaat één keer in die breken, bro, snap je? En dan op een EK of een WK kun je dat niet doen. Je kunt niet gaan. Want je beste opstelling is inderdaad met compagnie daar, maar als hij weg is, dan moeten wij ineens met Boyata gaan spelen. Vermalen had ik sowieso niet meegepakt, omdat hij is ook gewoon zijn prime al voorbij. Ja, bang, bro. Snap je? Hij is zijn prime al voorbij. Plus het feit dat hij dan zo blessuregevoelig is. Wie had geen de plaats genomen van Vermalen? Niemand. Broer. Ik neem nog een spita mee. Nou, ik had sowieso een verdediger. En drop Den Donker gewoon centraal. Of Mechelen of Bornau. Ten eerste, voor mij was de selectie eigenlijk perfect. Like, ik heb geen enkel commentaar. En dat is de eerste keer dat ik ooit mee leven. Ik kan er echt mee leven. Ik volledig mee akkoord ben. Ik kan er echt mee leven. Ik denk dat ik hetzelfde had gedaan zelfs. Met Vermalen erbij? Met Vermalen erbij. Ik pak... spelers als een Vermalen. En dat is voor mij is dat hetzelfde geval als Shadley en als Witzel in beperkte mate. Witzel is anders omdat hij geblesseerd is. Shadley, maar die heeft een bepaalde... Nou, Shadley is een logische die heeft een bepaalde ervaring. Shadley is een zonder Shadley winnen wij niet van Japan, hè. Broer! Omdat Lukaku een dummy. Luister, bro. Shadley is een logische keuze. Gebaseerd op zijn systeem van Martinez. Ja. Hoe hij speelt. Kan je Shadley... Kijk, luister. Waar ga hij starten? Nee, hij gaat niet starten. Luister. Waar ga hij spelen dan? Luister. Oké, okay, cool, luister. Anders pak je maar 11 spelers mee. Huh? Anders pak je er maar 11 mee. Nee. Maar ook, waar gaat... Kijk, op Carrasco zijn plaats, waar Carrasco speelt. Dus wingback links. Ja. Okay. Daar speelt normaal Shadley. Mm-hmm. Luister. Shadley kan je links en rechts inzetten. Mm-hmm. De twee aanvallende posities die hij dan Hazard en Mertens of De Bruyne speelt, kan je Shadley ook inzetten. Maar vooral, en wat belangrijk is, Shadley gaat alle taken uitvoeren. Verdedigend en Carrasco is de eerste keuze als hij zijn taken uitvoert. En Hazard is een keuze. Als je zegt van, hey, we moeten gaan aanvallen, dan zet je hem daar. Right. Maar omdat je Shadley... Stel, er iemand blesseert zich. Stelt iemand dit, stelt iemand dat. Kan je Shadley gewoon... Hij kan op veel plaatsen invullen. Daarom is hij een logische keuze. Behalve de James Milner. Ja. Maar in een selectie is dat logisch. Dat je zo iemand pakt. Okay, snap je? Daar heb jij volkomen gelijk in. Maar mag ik iets vragen? Dus België gaat spelen 3-4-3. Ja, spijtig genoeg. Oké, dus... Jij zegt tegen mij, Charlie, ik kan de wingback-positie doen en de voorste drie. Achter de spits, Oké, maar dan heb jij wingback-posities. Heb jij Timothy Castagne die beide flanken kan spelen. Je hebt Carrasco die beide flanken kan spelen. Je hebt Meunier die beide flanken kan spelen. En je hebt Thorgan Hazard die ook die positie heeft gespeeld bij Borussia Dortmund. Ja. Dus waarom heb je dan nog eens Charlie nodig? Als Meunier of Carrasco uitvallen... Jeremy Doku zelfs, want hij gaat niet... Doku gaat je niet op de wingback. Luister. Doku is voor intervallen. Ja, bro, maar... Luister. Wat ik gewoon wil zeggen is van... 2 seconden, sorry, vraag. Nee, doe je. 2 seconden, gewoon zo van... Kijk, je hebt zoveel spelers dat je uit die positie kunt schuiven. Waarom gaat je dan dingetje... Je kunt zelfs worst case, kunt je Vertonghen op die wingback zetten, want hij heeft dat gedaan bij dingetje met Tottenham. Dat is veel te traag. Wie pak jij in de plaats van Shadley? Dat wil ik weten. Broer, ik pak... Jeno zei mee, waarom? Ik ben die guy... Kijk, een EK, WK, dat is soms flitsen, snap je? Yep. En Hazard is... Snap je? Hazard is die guy, brengt die flitsen, maar is niet fit, snap je? Dus dan moet je gaan kijken wie gaat die flitsen brengen. Jeremy Doku, oké, maar hij is nog jong. Hij heeft nog niet die presence in de ploeg. Ja. Van, oké, geef mij nu de bal, ik ga dat doen. Voor mij zijn er gewoon iemand die één op één even die killer is en die even die beweging kan doen. Voor mij, in deze ploeg, zie ik dat niet. Je hebt heel veel spelers die een pass, een voorzet kunnen geven, maar niet... 1 op 1 een killer buiten Eden Hazard. Ik denk
ook dat dat is omdat Martinez niet op, op een actie wil rekenen. Ja, maar je hebt dat nodig. Als Martinez dit toernooi wil winnen, is volgens mij zijn mentaliteit, volgens mij, we doen dat als team. En de manier waarop we wedstrijd hebben gewonnen onder Martinez is naar mijn mening nooit geweest Hazard die een actie maakt en het openbreekt. Maar dat is waarom dat België niet wereldkampioen is. Als ik even iets mag herinneren, WK vorig jaar toen België derde was, toen Janus had gescoord tegen Engeland. Ja, dat was die actie tegen Engeland. Martinez was niet blij, hè? Echt? Ja, want je moest... Voilà, hij was niet blij door die actie. Dat is wat ik zeg, van eigenlijk Martinez is... Hoe dat ik het zie, hij houdt niet van bad boys, als ik het zo kan zeggen. En wie was die beste speler op dat WK? We gaan eerlijk zijn. Van België. Van België? Of heel toernooi in het algemeen. Wie was de beste speler? In 18. Hey bro, ik weet dat zelfs niet. Hazard, bro. Ja, Eden. Hazard was het, sorry. Maar waarom? Omdat hij die flitste thuis, bro. Maar Hazard, ik ben met jou. Nee, luister, ik ben met jou dat Adnan mee moest. Sowieso, bro. Maar als we teruggaan naar die wingbacks, hè. Waarom is Hans van Aken hier, broer? Nee, dat is een andere discussie. Dat is voor zometeen. Nee, maar luister, de wingbacks. Als je kijkt naar die wingbacks, hè. Je zei van Castagne kan invallen, Carrasco kan links-rechts. Maar kijk, Carrasco en Meunier starten. Uh-huh. En dan heb je Castagne of Chadli. Ik speel liever met Chadli links dan Castagne. Maar uit die twee opties is Chadli de enige die grote. Op links. En nog iets? Luister, maar Chadli is de enige die dan grote toernooien heeft gespeeld met België. Die er al langer is, die het systeem kent. Hij is een guy. Maar ik ga er niet van. Want je hebt Alderweireld die veel heeft gespeeld. Je hebt Vermaal die veel heeft gespeeld. Je hebt Vertonghen die veel heeft gespeeld. Je hebt Mignolet, Courtois. Je hebt zoveel mannetjes hier met ervaring. Waarom heb je nog één man, oude man nodig met ervaring? Alderweireld en Vertonghen kan je niet skippen. Er zijn geen vervangers meer. Nee. Vertonghen kan niet meer links depaneren. Uw punt is gewoon... we hebben iemand nooit meer ervaring. Maar je hebt er zoveel al, broer. Waarom moet iedereen altijd een elf met alleen ervaring, broer? Hoe gaat je ervaring maken als jij nooit Gimmet gaat spelen, broer? Nee, bro. Je moet erbij zijn. Sowieso. Ja, maar je moet op het veld staan, bro. Want uiteindelijk, de ervaring is op maar het veld. Maar wie gaat de taken... Ik praat in idee van... Ik fok niet met Martinez, by the way. Ik fok niet met hoe hij speelt. Dat is zo'n rare keuze. We zijn 3-4-3 bullshit, ik fok daar niet mee. Maar hoe hij denkt, is sowieso van... Ik wil mijn mannetjes die mijn taken uitvoeren. Dat is, daarom fokt hij met een Fellaini, daarom fokt hij met een Chadli. Ja, bro. Maar hoeveel heb je ervan nodig? Als jullie zeggen, hij houdt niet van guys die... Maar hoeveel heb je ervan nodig? Ik kan mijn eigen ding doen, maar snap het ding je? Is ook, als een Januzaj in die mate iemand was die wedstrijd zou beslissen... Met respect, hij heeft dit jaar 4 doelpunten en 6 assists. Dat is waar. Ik geef u Doku. Maar hij is een toernooispeler, bro. Doku heeft ook niet. Januzaj is een toernooispeler, bro. Maar Januzaj heeft. Hoeveel interviews heeft hij nu wel niet gegeven om te zeggen: ik moet er eigenlijk bij zijn? Martinez wil dat niet, volgens mij. Nee, sowieso. Datzelfde met Bongonda, bro. Okay, maar... Hetzelfde met Bongonda. Hoe meer je zegt van ik moet erbij zijn, maar ik denk dat. Jij weet dat die selectie. Oh, nee, ik ga je eens afmaken, sorry. Uw bondscoach wil. Een bad boy die moet starten. Je wilt geen bad boy op je bank. Dat is een van de ergste dingen die kan gebeuren op je bank. Kijk nou wat er met Frankrijk is gebeurd. Anelka en Patrice. Je had bad boys op je bank en je toernooi is foutu. Gewoon door wat er intern gebeurt. Maar dan moet je... Dus je wilt de guys die op je bank zitten, moeten invallers zijn die of 100% zeker een match kunnen beslissen omdat ze die statistieken hebben, of die zorgen dat je team à l'aise is. En dat die zeggen van, oké, Chadli komt erin. Ik weet, ik ga niet eens moeten duiken omdat hij niet gaat verdedigen. Broer, dat moet hij hebben. Met alle respect, bro, die bad boy argument is bullshit, bro. Want Frankrijk had ook allemaal bad boys op hun bank en een straatveger in Adil Rami en ze zijn nog gaan winnen, bro. Het gaat er gewoon om van, jij moet je beste elf opstellen, jij moet winnend voetbal spelen en niet mijn 3-4-3 FIFA-PS-opstelling komen. Als je zegt van, jij bent goed, maar ik durf je niet te selecteren, want je gaat misschien... Bro, zeg gewoon, jij speelt niet klaar. Je hebt 23 spelers, bro. Ja, bank, bro. Je hebt 23, ja, 26. Ja, bank, simpel. Waarom je wel een Januzaj moet meepakken, bro, is net omdat... Je hebt toch je elf al in je hoofd. Ja. Breng maar allemaal als, guys die... Voilà. Maar wat als, broer? Wat als? Want met alle respect, bro. Met alle respect, bro. Als jij 1-0 achter staat, ga je nooit zeggen... Ik breng Hans van Aken op het veld. Kijk, wacht. Nog iets. Maar nog iets, alle respect. Als jij 1-0 voor staat en moet verdedigen... Thomas Meunier of Carrasco valt uit. Dan is Chadli de eerste persoon waar je kijkt. Maar dan kun je schuiven, bro. Chadli is logisch. Als jij tactisch zo goed bent... Je kunt je gewoon schuiven. Je gaat niet in de match ineens zeggen van Vertonghen nu daar en jij daar. Je kunt, broer, pak allemaal papiertjes. Je zit gewoon even snel, bro. Of je zit dat gewoon op voorhand al. Kijk, want die doen altijd tactische meeting. Dit is de situatie, bro. Uit. Ja. Maar is Roberto Martinez tactisch goed? Bro, kijk. Stop met die narrative van coach zijn niet tactisch goed. Elke coach heeft een tactische basis, snap je? Ja. Hij kan gewoon zeggen, dit is de score. 4-4-2, we gaan dit zo spelen, snap je? Simpel. Jij gaat naar daar. De heel deze takjes met
Kijk, zoals jij zegt, Janno zei, je hebt het nodig. Stel je voor, je speelt in een ploeg, dat is wekker dan jouw, maar die bij één fraude corner goal gescoord. Mm-hmm. Je hebt, die zijn aan het zakken, defensief spelen. Jij, als jij aan het aanvallen bent, en je hebt al je back drie. Back drie betekent stabiliteit defensief. Dus je wingbacks is ook gewoon meer om het breedte van het veld te behouden. Dus je kunt gewoon zeggen van, kijk, joh, Janno zei, kijk, deze laatste 10 minuten, denk niet aan verdedigen. Hang gewoon, zoek ruimtes. En wordt gewoon beslissend, snap je? Want zelfs de basisopstelling wil je zeggen, ik geloof niet dat oftewel Meunier of Carrasco gaan starten. Ik geloof één van de twee gaat starten, maar niet alle twee. Natuurlijk, ze starten altijd, bro. Die gaan sowieso, want als ze zijn niet starten, gaan die sowieso ergens moeten gaan schuiven. Die gaan iemand er moeten shoehornen, snap je? Plus, België is toch een maar ploeg. Maar ze starten al 2 jaar zo, toch, bro. België gaat toch, ja, maar bro. Hij gaat niet voor het toernooi in zijn ploeg veranderen. Ze starten al 2 jaar zo, bro. Meunier heeft niet zoveel gespeeld. Maar wie ga je zetten? Kastanje? Iemand die te veel heeft gespeeld, wil je niet. Maar iemand die niet veel heeft gespeeld, wil je ook niet. Kijk, weet je nog tegen Engeland, die hebben toch met Hazard wingback gespeeld? Ja. Ja, toch net gespeeld. Ja, maar ja, toch net gespeeld. Maar Carrasco is dus geprobeerd. Carrasco is in vorm. Oké, maar ik zeg het gewoon, ga niet alle twee. En plus? Ah, jawel, bro. Want je zegt dat tegen Ik snap waarom je dat zegt. Maar een boy die Vermalen en Shadley brengt, gaat Meunier laten spelen, bro. Oké, even een vraag naar Gilles, maar eerst. We hadden het over verdedigen trouwens. Carrasco speelt onder Simeone, hij kan verdedigen. Dat is het eerste wat ik wou zeggen. Hij kan werken. Wat je net zei over Janu zei, dat kun je ook zeggen over Dries Mertens, over Leandro Trossard. Maar niet op de zakken. Wacht. Over Jeremy Doku, ja. En over een Thorgan Hazard zelfs ook. En die guys hebben het voordeel. Ja. Sommige van die guys hebben het voordeel dat ze betere statistiek hebben. En anderen hebben het voordeel dat ze jonger zijn. Ja. Nee, Martinez ook rekening houdt met het feit van je kunt niet alleen oude guys meenemen. Je moet ook een paar jonge guys meenemen. En ik denk dat als we 27 man meenemen, is volgens mij Januzaj de eerstvolgende die erop staat. Hoeveel linksvoetig heb jij? Hoeveel aanvallende linksvoetig gespeeld? Daar heb ik ook op gemerkt. Bijna niks. Eentje. Lukaku, de enige die je nodig hebt. Lukaku. Oké, maar... FC Lukaku. Maar bro, kijk, Doku heeft die flitsen, ja. Maar wij wordt er vaak gezegd over hem, hij heeft geen eindproduct, snap je? Hij heeft die laatste... Dat is geen probleem, bro. Heeft die... Nee, maar ik zeg gewoon wat de consensus is, snap je? Snap je? Hij heeft dat niet. Oké. Dries Mertens, ja, maar... Nog niet. Hij speelt te veel... Hij speelt nu een beetje meer als die... Ja, oké, is goed. Hij speelt niet meer die pure flank. Ik heb even een laatste vraag. Allee, twee vragen voor jullie. Antwoord gewoon met ja of nee. Hans van Aken, goede keus, ja of nee? Nee. Ik kan het begrijpen. Ja of nee? Dus een ja. Ik kan het begrijpen. Hans van Aken, jij zit bij mij gewoon thuis naast mij op de zetel, broer. Okay. Gewoon hier. We kunnen samen gaan discussiëren over de wedstrijd. De tweede vraag. Rode Duivels, halen ze de finale? Nee. Ja. Zot! Weet je wat het is, bro? Nee. Weet je wat het is, bro? Weet je wat het is, bro? Wacht, Gilles. Tegen alle verwachtingen, ja. Nee, ga maar. Weet je wat maar. Het is, bro? Wij zijn die generatie, we moeten van mentaliteit veranderen. Ah, zo. En juist daarom zeg ik ja. Nee. Wij hebben de beste artiesten, we hebben de beste voetballers, we hebben de beste kledijen, we hebben Arte, we hebben 17 The Brand. We hebben Coolcast, Brok Studio, We hebben Coolcast. We gaan niet worden gesponsord, bro. Deze EK door jullie. Belgische producers. Nee, bro. Belgische producers staan nummer 1 in Frankrijk. Ik hoop dat ze... binnenkort ook in Nederland nummer 1 staan. Dus gewoon omdat we van mentaliteit moeten veranderen. Ja, maar nee. En leerkrachten moeten stoppen met zeggen dat je het niet gaat maken. Leerkrachten moeten zeggen, ja, je kunt dat aan. Ja, en al die bullshit. Ja, dus, ja, we gaan winnen. En Romelu Lukaku gaat een double scoren. Hij is makkelijk X. Weet je wat Lukaku gaat doen, bro? Voor de match, hij gaat zijn gilet pakken en gaat zijn kraan. Nee, bro. Hij gaat double. Hij moet gewoon terug die dreads. Op een voorzet van De Bruyne, bro. Hij moet gewoon die dreads. Weet je die voorzet van rechts van De Bruyne? Deze? Ja, ik weet dat. Bro, Lukaku, hij gaat die bal. Dus in poto. Die bal, zijn hoofd gaat zo glad zijn dat zoals hij brandt. Vaak hij gaat schaafwonden hebben, bro. Hij gaat die gewoon verlengen. Dat is mijn teken ook, vaak heeft hij dan een voorzet van De Bruyne. Gewoon daar zijn. Ja, dat past. Boys. Maar even verder. Of wil je nog iets zeggen? De enige reden dat ik zou zeggen dat je Hans van Aken niet zou meenemen, is als je Sambi Lokonga in zijn... En ik had dat Sambi Lokonga echt gegund. Ja, dat is, dat is wat is hij? 19? Sambi. Sambi is niet al. Ja, maar dan... 20? Maar dan zou ik liever, de Ketelaar meenemen, gewoon puur omdat hij dan ervaring heeft. De Ketelaar heeft bewezen. Heeft meer ervaring, bro. Heeft bewezen. En hij heeft en Champions League gespeeld. Ja, dat is wat ik wil zeggen. Hij heeft al een beetje die niveau. Ja, en jij bent weer iets nieuws. Hij kan op heel veel posities spelen. Hij heeft overal gespeeld. Hij heeft dit jaar op elke positie gespeeld. Ik was specialist, snap je? Dit is EK, ik win. Ik was specialist, broer. Ja, welke specialisten heb je in België? Sambi is 21. Sambi is 21. En Kevin? Zijn 21? Dank je, Jay.
Hè? Wie? De echte Jay. Wie?